Breda Nu. Je weet het meteen. In de Avenue wordt vanavond bekendgemaakt wie de beste ondernemer in Breda was. Door een vakjury en door een publieksjury. Oftewel Breda Pluim. Nou, wij gaan hier binnen eerst eens even de stemming peilen. Maken jullie nou een goede kant vandaag? Oh, dat denk ik. Nou nee, ik gun het een ander, maar ik denk het wel. Was het een goed groente- en fruitjaar? Ja, wij doen ons best en we zijn al 33 jaar in de winkel. En we hebben echt een geweldig winkeltje. Iets wat uitstraalt voor heel de Breda eigenlijk. Want je vindt nergens geen mooie groenten en fruitwinkels meer. En wij hebben het mede dankzij mijn eigen familietje dat wij in de zaak staan. Het is eigenlijk een van de weinige zaken, denk ik, die nog steeds met een ambachtelijk product overeind kan blijven zelf. Is dat moeilijk? Ja, het is moeilijk gewoon bij je eigen plan blijven eigenlijk. Hè. Dat is vergeten heel veel ondernemers. Die gaan mee met bijvoorbeeld groente en fruit met de supermarkt. Nee, je moet gewoon van je eigen kracht uitgaan. En dat is iets wat wij doen en daar hopen we proberen uit te stralen. Maar favoriet, ik denk dat er wel een hele hoop andere zaken zijn die het ook verdienen. Wie gaat er winnen, denk je? Wie gaat winnen? Op zich, ik gun het de Bruine Pij. Ik vind dat hele toffe gasten. Die hebben een geweldig café onder de Grote Kerk. En die jongens die doen ook echt iets voor de binnenstad van Breda. Dat doen wij ook, maar hun doen het dan 's nachts meer en wij overdag. Dr. Worst. Dr. Worst, nummer 1 bij het publiek. Want ja, naar de mening van de vele, een van de beste broodjes worst die in Breda te verkrijgen is. Hoe is dat, Jeroen, ooit ontstaan, dat Dr. Worst? Want het is een uniek concept. 3,5 jaar geleden kwam ik zonder werk te zitten. Ik dacht, het is tijd voor wat anders. En dan wordt hier vanavond veel gesproken over gastvrijheid. Dat is het toverwoord om je klant binnen te halen en om hem te behouden. Wat is jouw manier van aanpak voor gastvrijheid? Interesse in mensen. Dus ik ken ze bij naam. Ik weet van een hele hoop mensen wat ze op het broodje willen. Dat vinden mensen fantastisch. En verder, mensen storten er hard uit bij mij. Ik ben soms ook VVV-gids. Ik doe van alles op een dag. Femme Women's Wear. Femme Women's Wear aan de Halstraat Modezaak in de Halstraat. Met zijn exclusieve merken. En ze hebben ook de accessoires, tassen en schoenen. De winnaars Femke en Bart van Femme Women's Wear. Hoe is dat om hier? Wat gaat er door je heen als je uitgeroepen wordt? Ja, heel veel. Heel veel. Ik vind het fantastisch. Ik ben echt heel blij. Nou ja, het is Femke dat ding. Het heet ook Femme Women's Wear. Dus ik ben hartstikke trots. Had je het verwacht als je het aanzien komen? Nee, helemaal niet. Nee, ik had niet verwacht. Ik vind het echt een enorme eer. Wat moet je nou doen om er zo uit te springen? Wat is jullie speciale ding, zeg maar? Heel hard werken. En heel hard je best doen om het heel gezellig te houden in de winkel. En iedereen heel goed te helpen. Dus het is vooral de persoonlijke aandacht die aan je... Ja, het moet een feestje zijn om in de winkel te zijn. En dat is wat we proberen te doen met de muziek en de gastvrijheid. Marlies Dreesen, jij mag namens de organisatie die uit 4 partijen bestaat eens vertellen. Wat vind je van de winnaar? Zijn dat verrassingen voor je? Niet echt, nee. Wat ik op de eerste plaats al heel leuk vond dit jaar, want wij hebben niks te maken met de keuzes, dat doet de mystery guest, dat er ontzettend leuke winkels en horeca, heel trendy, dat er dat ook allemaal bij zat. He, biologisch, trendy, dus dat vond ik al een hele goeie. En daarbij komt dat ik denk dat we hele terechte winnaars hebben. En als je dan bij de publieksjury kijkt, ook echt Breda's winnaars.